Ja, absoluut. Het is alle drie de woorden tellen. Verbijsterend en verrassend. En ja, ook pijnlijk vind ik het ook wel, als ik eerlijk ben. We hebben heel veel ons best gedaan. We hebben PSV geld beschikbaar gesteld. We hebben tijd beschikbaar gesteld. Er lag een prachtig plan, er lag een script. Er is, mensen zijn benaderd, er zijn acteurs benaderd. En gisteren kregen we in één keer de mededeling. Ja, we gaan het financieel niet meer trekken en we stoppen ermee. En, ja, en dat is donderslag bij helder hemel. Ja, een verschil van tonnen. Tonnen die de begroting naar de verkeerde kant toe helpen. Ja, dat klopt. We hebben ook maar zijn we duidelijk over geweest. Want kijk, als het nou op wij spreken een ton had vastgezeten, had misschien mijn supportvereniging wat kunnen doen. Maar als op een totale begroting van 5,5 ton ja, nog 3 ton tekort komen, ja, dan houdt het op. En zij moeten beslissing nemen. Het is hun project. Maar ja, wij zijn natuurlijk het gezicht van het project. En als het op deze manier gaat, ja, verbijsterend is nog een soort understatement. 6.500 mensen hebben een kaartje gekocht, we gaan hem terugbetalen. Heel veel energie ingestoken. Maar ook het feit is het erg pijnlijk, vind ik zelf, omdat het kopstukken van onze club zijn. En iedereen gaat zich op verheugd. Ja, je hoort misschien mijn woorden wel, maar echt verschrikkelijk. Ik begrijp dat er even gekeken is of er een plan B mogelijk was. Nou, we hebben echt alles geprobeerd om te zeggen, jongens, als 6.500 mensen een kaartje kopen, is er dan een alternatief mogelijk? Heeft het met de tijd te maken? Heeft misschien ook met locatie te maken. Dus ik had zelf geroepen van nou, als je zes keer parktheater vol hebt met 1200 man per avond. Ja, dat zijn topavonden, dat hebben een gemiddelde cabaretier niet. Is dat nog een mogelijkheid? Maar zij hebben de beslissing genomen. Ze zeggen ja, wij doen dat niet. We trekken de stekker eruit. We stoppen ermee. Dus we hebben er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt. Ja, heb je enig idee waar het fout is gegaan? Waar de vergissing is gemaakt? Want het stadion werd beschikbaar gesteld, begrijp ik. De faciliteiten waren er. 6.500 kaarten, dat is al behoorlijk wat. Ja, dat klopt. En we hadden ook nog met het Cultuurfonds Brabant ook nog een achtervang van 80.000, 85.000 euro geregeld. Dus we hebben erg ons best gedaan. Ja, het is aan de zakelijke kant bij hun fout gegaan. En normaal gesproken, we hadden de begroting in het begin gezien. Dacht, nou, met 2 avonden komt een heel eind, dat was ook zo. Maar blijkbaar is er opgeplust en gedaan. En is het bedrag toch dusdanig geworden dat het niet doorgegaan is. Nogmaals, wij gaan niet over. Maar het is wel heel vervelend, omdat als dit eerder bekend was geworden, waren we nooit begonnen. Wie verwijt je wat in dit verband? Nou ja, ik ben zelf wel iemand van zelfreflectie. Je gaat echt kijken van wat is er fout gegaan en waar is het fout gegaan. Nou, de hele PSV-familie heeft het fantastisch gedaan. Of het nou de familie van Kemenade is, of Harry van Rij zelf, of de mensen bij PSV zelf. We hebben geld beschikbaar gesteld. Het Cultuurfonds heeft nog geld geregeld. Dus met andere woorden, de totale basis lag er. En ja, dus dan kom je uit bij de mensen van het Nieuwe Theater die het zelf hebben geregeld. Die hebben een begroting gemaakt, met vrij optimistisch blijkbaar, ingeschat allemaal. En de kosten opgelopen. Dus ja, zakelijk bekeken van hun kant, daar moeten we zijn in dit geval. Het plan was niet slecht op zich. Er was enthousiasme voor. Het financiën is niet rondgekomen. Verdwijnt dit plan nou in een bureaula? Misschien met de illusie om het over een jaartje of over 2 jaartje uit die bureaula te halen. En het nog eens een keer met een andere productiemaatschappij te proberen. Ja, nou ja, het is het mooie van de fase die nu in zit, is dat er wel een script ligt. Dus al het research is gedaan, er is een stuk geschreven, dus dat ligt op de plank. En ja, wij moeten natuurlijk over de afhandeling nog gaan praten met hun, dat gaan we ook doen. Maar één ding mag duidelijk zijn, we gaan toch kijken of we dat script in ieder geval, of we daar nog iets mee terecht te kunnen. Want je weet maar nooit hoe het leven verder loopt en misschien in een andere plaats of andere locatie is dat misschien wel mogelijk. Dus dat is het minimaal wat we proberen uit te halen.